ben eigenlijk in de facility management gerold. In 1995 gestart bij Barco. In de toenmalige dienst onderhoud, zoals dat noemde. En daar geleidelijk aan begonnen. In het jaar 2000 ben ik mee verhuisd met BarcoNet. Enerzijds met de bouw van een eerste bedrijfsgebouw voor ons. En dan later ook Europees verder gaan uitwerken. Daarna via een omzwerving Scientific Atlanta en Cisco terug bij Barco gekomen in 2008 om hier facility management verder vorm te gaan geven. De grootste verwezenlijking van mijn team en mijzelf is het project waar we nu hier vandaag de opnames doen. Wij noemen dit One Campus. Dat betekent dat we Barco centraliseren op één punt in Kortrijk, in België, waar zowel operations, R&D als alle ondersteunende diensten gehuisvest worden. Wij zijn een serviceorganisatie. Dat betekent dat je ook kostenefficiënt moet werken. Hoe zien we dat evolueren naar de toekomst en wat wordt de uitdaging daar? Dat is die combinatie van beide, die service aanbieden en anderzijds op een zeer kostefficiënte manier dat kunnen doen. Tips voor beginnende facility managers zou ik zeggen, volg uw instincten in plaats van tendensen. Als tweede zou ik durven zeggen van, ga kijken bij anderen. Gebruik je ogen, leer met je ogen, maar kopieer niet zomaar. Maak toch dat je daar je eigen inbreng hebt. Zorg ook voor een heel goed netwerk. Een netwerk waar je vragen kan stellen, waar je antwoorden kunt krijgen. Wat maakt van mij de mogelijke facility manager van het jaar? Dan zou ik zeker naar mijn team verwijzen. Ten tweede zou ik zeggen het One Campus project. Het One Campus project heeft voor Barco gezorgd dat mensen op een andere manier kunnen samenwerken, elkaar kunnen vinden, beter kunnen samen communiceren in volledig nieuwe gebouwen.